In 2014 hielden de maandenlange zoekacties heel Nederland bezig. Dat jaar besluiten de vriendinnen Chris Kremers en Lisanne Froon een reis te maken naar Panama om Spaans te leren en vrijwilligerswerk te doen. Op 1 april beginnen de twee aan een wandeltocht door de jungle van Boquet, waarvan ze nooit meer terugkeren. Het lijkt erop dat ze slachtoffer zijn geworden van een noodlottig ongeval. Lisanne Froon en Chris Kramer zijn naar Panama gegaan om Spaans te leren. En sliepen bij gastgezinnen in Boket. De broer van Chris heeft sinds dinsdag niets meer van hen gehoord. Afgelopen dinsdag hadden we nog voor het laatst contact met ze gehad. En toen hadden ze het over dat ze een wandeling gingen maken. En s'nachts zijn ze niet teruggekomen bij het gastgezin waar ze sliepen. En die hadden dat de volgende ochtend hadden dat door. En dan hebben zij de, ja, de lokale politie en andere autoriteiten ingelicht. En ongeveer op hetzelfde moment hadden wij gevoelsmatig in de gaten dat het niet goed zat. Ze dus zijn alle bellen gaan rinkelen. En nu, zeven jaar later, is over deze verdwijning het boek Verloren in de Jungle verschenen van Marja West en Jurgen Snoeren. En ze zijn hier allebei. Goedemiddag. Ja, er zijn zoveel dingen al over geschreven, over deze verdwijning. Er zijn verschillende tv-programma's over geweest, eh, documentaires, eh, nieuwsreportages. Waarom toch dit boek? Marja, we beginnen allebei. Um... Als je leest wat er allemaal over geschreven is, dan zie je dat uh, sommige mensen die uh, beginnen te schrijven dat er uh, sprake zou zijn van een ongeval, om dezelfde redenen, drie jaar later gaan schrijven dat er sprake is van een misdrijf. En dat heeft ons getriggerd om erin te duiken. En het. Uh, <laughs> ik, uh, vervolgens uh, zijn we niet alleen de mainstream media gaan lezen, maar ook de, de fora, de websloefs en de, de internetdetectives. En toen kwamen we tot de ontdekking dat er gewoon een hele stroom uh, is aan, aan, aan ja, zelfgenoemde detectives die dit uh, tot op de dag van vandaag levend houden. En ook inderdaad, uh, roepen er is een misdaad gepleegd. En, Um, de volgende stap in, uh, die wij toen maakten, is dat we in gesprek kwamen met uh, Dick Steffens. En uh, dat is ook de eerste zin in het boek. En hij tegen ons zei: van uh, Chris Kremers is mogelijk nog in leven. En dat was de katalysator dat waarom wij dachten: van nu moeten we hierin gaan duiken en kijken wat er werkelijk aan de hand is. Ja, want uh, Jurgen, voordat je zo'n boek gaat schrijven, dan moet je er inderdaad wel van overtuigd zijn. van nou, we kunnen iets gaan toevoegen. Ja, dat, uh, daar moet je van overtuigd zijn. Ja. We zijn ook pas echt gaan schrijven eigenlijk toen we. Um... Eigenlijk op dat moment dat we hoorden, um, ze kan nog geleven leven zijn, dat we ook een reden hadden om, uh, om te schrijven. Hè, omdat iedereen ervan uh, overtuigd was dat het, een, uh, dat het een ongeluk was. Dus dan hadden we een enkel om, om te schrijven. En bovendien hadden we toen zoveel mensen gesproken dat we ook wel, uh, wel wisten dat er voldoende materiaal moest zijn. Uh, om ook iets wezenlijks bij te kunnen, iets nieuws bij te kunnen dragen aan de zaken. Maar je zegt dat ze nog in leven was. Je was uh, dat vond je echt een, een iets geloofwaardigs toen je dat hoorde? Ja, kijk, op dat moment uh, zaten wij zo diep in de zaak, hebben wij ook heel veel, lazen we ook heel veel op het web en de artikelen lees je. Er was toch al vanaf het begin ook heel veel sceptisch over, uh, hoe, het, over hoe het onderzoek gelopen is en uh, um, dat dat misschien toch geen ongeluk is geweest. Dus je zit er al helemaal in en als dan iemand uh, met enige autoriteit tegen je zegt, nou het kan zomaar zijn dat het zijn leven is, dan wordt het als het ware bevestigd en dan denk je, nou dat moet echt wel het uitgangspunt van ons onderzoek zijn. Wanneer begonnen jullie met het nadenken van dit gaat een boek worden? Ik denk dat we een maand of twintig geleden echt begonnen zijn. Um, toen we voor onszelf besloten hadden, we gaan hier iets mee doen. En daarvoor hebben we nog maanden heen en weer uh, geappt en uh, gefaceboekt. Van, moeten we hier iets mee? Nou, er zaten zelfs nog meer stappen tussen. Uh, twintig maanden geleden zijn we aan het onderzoek begonnen. En op een moment in het onderzoek, toen we alles wat iedereen zou kunnen weten hadden gelezen... kwamen we tot ontdekking dat wat wij zouden doen nooit iets zou kunnen toevoegen tot wat er al bekend is. En vervolgens kwamen we in contact met zijde Piti en bood zij ons uh, aan het hele politiedossier te lezen. En pas op dat moment zagen wij dat het wel degelijk iets zou kunnen toevoegen. Want zij is oud-officier van justitie hè, in Panama. Ja. ja. En momenteel is zij mensenrechtenadvocaat... maar destijds had zij uh, op de zaak van Chris en Lisanne. Ja. En wilde zij inderdaad dus alles, alle informatie delen... die zij had uh, uitgezocht met jullie... Ja, dat heeft ze allemaal gedeeld. Daar heeft ze ook een goede reden voor gehad. Zij is uh, gedurende het onderzoek uh, behoorlijk bekritiseerd. Um, en uh, ze heeft, in ieder geval, ze heeft toen publiekelijk nooit een weerwoord gegeven... omwille van de zaak. Ik vind dat heel knap van haar. En het was voor haar wel nu op een punt gekomen... waarin ze eigenlijk ook haar kant van het verhaal uh, wilde delen. Nee. Waarom heeft het eigenlijk destijds, wel het duurde uh, nou, 11 juni, werd uiteindelijk pas de, de rugtas uh, teruggevonden. Uh, waarom heeft het zo lang geduurd voordat er iets van hen werd gevonden toen? Ik kijk even mijn kaart, uit raam, misschien dat hij het wil. Uh... Nou ja, ze zijn, ze zijn dus in, uh, in, in 1 april zijn ze verdwenen in de jungle. Dat is nogal een, nog, nog een, een ruik gebied En um, um, ja, als je daar verdwijnt, verdwijn je ook. Dus dan, dan, dan lig je ergens. En voordat je uiteindelijk in zo'n rivier terechtkomt die je dan vervolgens meevoert. Naar, naar de plek waar uiteindelijk de spullen zijn gevonden. Daar kunnen maanden overheen gaan. Want de eerste dagen wordt er helemaal geen actie ondernomen. Dan denk je er even, nou die zijn even tijdelijk zoek. En pas na een aantal weken, na een nou, week, wordt er misschien echt aan de... de... Ja, de bel getrokken. Nou, ze zijn eigenlijk opvallend snel begonnen met zoeken. Toch wel? Uh, ja, de gids die, die ze had moeten ophalen... die, die zei dat hij al, al, toen ze niet kwamen opdagen, al onraad uh, rook... en ze hebben diezelfde avond nog aangifte gedaan. En hij is de dag erop, 3 april zelf al, uh, rondjes gaan lopen... om te kijken of hij ze kon vinden, met een foto erbij... En toen is ook vrij snel uh, de zoekactie zelf uh, op gang gekomen. Volgens mij. De vierde of de vijfde al zijn ze het gebied ingetrokken met kleine groepjes. Mm. Nou, wat, wat er gebeurt is, dat die, uh, die, die gids is begonnen. Maar dan gaat er een officieel. Iets van start en uh, worden mensen teruggevloot omdat er iemand dat moet gaan coördineren. Die persoon moest uit Panama City komen, dus die was daar niet 1, 2, 3. En die vierde wilde ze beginnen, alleen toen brak er nood weer uit in het gebied. Dus toen is men uh, vrij snel gestopt. En zo kwam het dat ze eigenlijk relatief laat uh, zijn begonnen. Maar dat had niets met uh, de Panamese autoriteiten te maken. En er zat veel tijd tussen het zoeken, dus de eerste zoektocht, en het justitieel onderzoek. Ja, maar dat is omdat ze in het begin ervan uitgingen... dat deze twee uh, meisjes verdwaald waren. En eerlijk gezegd, er verdwalen daar wel vaker mensen. En doorgaans worden ze ook weer uit die jungle gehaald. Niet altijd dezelfde dag, maar ze komen altijd eigenlijk wel terug. Als je zo'n boek begint te schrijven, nou, dat bespraken we, we al eerder... Hè, van, dan moet je er eigenlijk van overtuigd zijn van... er zijn nieuwe bevindingen en dat moeten wij gaan aantonen. Maar daarnaast kan ik me voorstellen dat je al vanaf een beginstadium... contact zoekt met de ouders. Ja. Wat was hun reactie? Uh, een reactie was dat ze er niet op zaten te wachten. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Zij zijn destijds, is er enorm veel media-aandacht geweest... En uh, terecht, want. Media uh, ze, hype. Ja, media ze hype noemen. zelfs. Ja. ja, precies. Nou, heel terecht. Ze wilden hun kinderen terug. Ik denk dat ik exact hetzelfde zou hebben gedaan. Ik denk ook dat. Uh, uh, dus wij begrepen dat onmiddellijk. We hebben ook lang onszelf afgevraagd: moeten we dit project doorzetten? We hebben daar hele uh, ethische discussies over gevoerd. En uiteindelijk, juist nadat we dat politiedossier hadden gelezen. en begrepen dat er veel meer slachtoffers in deze zaak zijn. dan alleen maar deze twee meisjes. Uh, en hun families, uiteraard, uh, hebben besloten om uh, het vanuit een journalistiek belang wel te doen. En het verhaal ook heel dicht bij onszelf te houden. Dus wij hebben echt letterlijk onze zoektocht daarin beschreven. En nu het boek er is, hebben de ouders wel interesse? De, we hebben de, allebei de ouders aangeboden om het van tevoren te lezen. De familie Fron is op dat aanbod ingegaan. Ik kan uiteraard niet uh, zeggen of zij het zelf hebben gelezen of laten lezen, of het helemaal niet hebben gelezen. Maar ze hebben het wel ontvangen. De familie Kremers uh, had daar geen behoefte aan, maar die hebben het wel door Dick Steffens laten lezen. Of, of in ieder geval Dick Steffens heeft het gelezen. En dat is de woordvoerder van de familie Kremers? Die heeft uh, zich op een moment geprofileerd als de woordvoerder, maar op dit moment niet meer. Maar hij heeft wel veel contact met de familie Kremers. Maar dan is er één ding wat ik niet snap, want uh, die Dick Steffens, die woordvoerder. Van de familie Kremens, Kremers, die heeft dus tegen jullie gezegd: Chris is mogelijk nog in leven. Ja. Maar uh, de familie wilde eigenlijk niet meewerken aan dit boek. Uh, ja, ja. En wat waren dan zijn argumenten dat Chris nog in leven zou zijn? Ja. Zijn maar ik argument... vind dat echt een schokkende bevinding ja namelijk. nee maar dan weet je precies wat er met ons gebeurt op dat Wel. moment wij vonden het ook inderdaad schokkend om te horen nou zijn argument uh, daarvoor uh, is is eigenlijk het, een autopsierapport wat toen is uh, gekomen van het bekken wat zij van haar hebben gevonden uit dat top blijkt dat het bekken 4,5 uur gekookt is. Dat is niks nieuws aan. Dat gebeurt eigenlijk altijd, omdat ze moeten kunnen zien of er meststeken, dierenspoor en noem maar op, op zitten. Dus dat wordt letterlijk uitgekookt. Maar wat niet in het rapport stond, is dat er DNA uit het bekken zou zijn gehaald. Als je dat dus na het koken doet, dan kun je geen levend materiaal er meer uithalen. Goed, ja, um, lange tijd was het natuurlijk onduidelijk of die meiden waren omgekomen door een ongeluk, uh, misdaad. Um, uiteindelijk werd het een ongelukkige valpartij mis als doodsoorzaak werd vastgesteld. En dat is dus nog steeds de conclusie? Dat, onze conclusie bedoel je? Ja. Onze uiteindelijke conclusie, we hebben het er lang over gehad... of we het zouden vertellen, laten we even in het midden. Um, omdat we in het boek nemen we de lezer mee in onze zoektocht... vanaf het begin tot het einde. En wij, wij willen ook nog wel eens van mening veranderen... Uh, naar gelang de feiten die we tegenkomen. Ja, maar laten we in het midden. Het gaat hier toch niet om een, uh, een, een, een literaire thriller? Het gaat hier om een echte zaak? Dus waarom zouden jullie dat in het midden laten? Nou, we willen het, de, we, we willen het leesplezier niet, niet te veel bederven. Ja, de de nieuwswaardigheid, of, leesplezier. Ja, ja, dan het, gaat de nieuwswaardigheid gaat een, gaat naar boven. Het, uh, um, het officiële standpunt van, van de overheid is altijd geweest: uh, we hebben geen aanwijzingen gevonden dat het niet om een noodlottig ongeval zou gaan. En die aanwijzing hebben wij ook niet gevonden. Wat er dan precies in die tussentijd gebeurd is, daar zijn een aantal scenario's um, voor te bedenken. Nou, die, die gaan we allemaal na in het, in, in het boek. Um, en dat is een beetje het pad dat we volgen. Ja. Nou, het is wel zo. We hebben, uh, uiteindelijk hebben we dit overleg met Frank van der Goud forensisch patoloog. Is daar in januari 2015 zelf geweest om te zoeken. En uh, met Augusto Melendez, een forest ranger daar in het gebied, die dat gebied werkelijk op zijn duimpje kent. En we hebben uh, het, het, het scenario wat wij het meest aannemelijk vonden, uh, aan hen voorgelegd. En ook, uh, we weten allemaal, die meiden zijn uiteindelijk ergens beland, hebben dan nachtfoto's gemaakt. Ook de plek aangewezen waarvan wij denken dat dat geweest is. En die hebben dat allebei ook onderschreven, dat dat. Uh, met, met de informatie die we nu allemaal hebben, inderdaad, het meest waarschijnlijk is geweest. En kun je wel iets vertellen over de laatste dagen van de meisje? Ja, weet je, ik ben er niet bij geweest, maar je kunt je voorstellen, als je 1, 22 jaar bent, je belandt in zo'n situatie, je bent er niet op gekleed. De temperatuur gaat van dik in de 30 naar 12 graden s'nachts. Je bent angstig. Het is s'nachts echt donker. Het is, het is, je, je ziet niks. Je hoort dierengeluiden. Je kunt je, en, en ja, heel het ergste is eigenlijk nog. En dat een dat, uh, van de twee is uiteraard ieder overleden. En, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Ja. En tot slot, hebben jullie hard kunnen maken dat Chris wel of niet in leven is? Nou, nee, ik kan je zo vertellen dat is uiteraard niet meer. En, ja. um, maar kijk, weet je wat er gebeurd is als mensen dit soort dingen gaan roepen op basis van, in dit geval was het een basis van een half rapport. Hè, ze hadden niet alle informatie. Je gaat ouders hoop geven. Dat moet je gewoon. Nou ja, niet doen. precies. Ja, en Dan moet dat, je dat ook mee is uitkijpen. het enge eraan. En dat hebben wij ook gezien. In, in, en daar is uiteindelijk het boek ook veel meer om gaan spelen. Dat was ons journalistieke belang. Is dat de rol van de media is zo absurd? Geweest in deze zaak. De rol van de schrijvende media, bedoel ik dan even, de kranten, voornamelijk ook Panamese journalisten, is zo absurd geweest in deze zaak dat het tot op de dag van vandaag nog steeds leeft onder zoveel voorraad. Dank Maya West en Jurgen Snoeren, auteurs van het boek Verloren in de Jungle over de verdwijning van Lisanne en Chris in Panama.